Dames en heren, hartelijk welkom bij deze game, Secret Agents versie 1.0. Dit is een game die ik vroeger heb gespeeld, want ik ben natuurlijk 24 jaar, dus ik heb eigenlijk het tijdperk van de floppy meegemaakt. En deze game wil ik gewoon echt speciaal jullie laten zien. Secret Agents. We gaan een nieuw spel doen. Schrik niet van de geluiden. Dit is de plattegrond. Ik speel een poppetje en het is natuurlijk een side-scrolling game. Ik wil eigenlijk een leuk level gaan kiezen, dus ik ga gewoon even het eiland verkennen. En elk huisje wat je ziet, kasteeltje kan je het eigenlijk noemen, of fabriekje, dat is een eigen level. We gaan eens kijken. En zoals je ziet is het eigenlijk een heel leuke game. Je moet eigenlijk springen en klauteren en uitkijken voor valluiken. En zoals je ziet moet ik dus de sleutels gaan pakken en uitkijken voor dat spuitding. Ik weet niet wat het is voor iets, maar de sleutels hebben we, de groene en de blauwe key. En we hebben ook kogels die we ook moeten gebruiken in de game. Wat is dit, een computertje? De computer needs a floppy to disk to operate. Oké, we hebben een floppy disk nodig en daar zijn landmijnen, die je ziet, die knipperende dingetjes. Ik val hier naar beneden. En zoals je ziet schiet ik en verandert het personage in een ander personage en het wordt steeds slomer. Let maar op, je schiet erop. Deze was gelijk dood. Dit is een teleportatie, dus daar komen we bij het floppy disk aan. Het floppy diskje wat we nodig hebben voor de computer. Maar ik zie dat ik hier trouwens doorheen moet gaan op het juiste moment. En oh, dat was eerlijk niet goed gedaan. We beginnen opnieuw. Het nadeel is van deze game dat je weer helemaal opnieuw moet beginnen als je zeg maar dood bent. Holy shit, waarom kan ik die jump niet aan? We gaan een ander level doen, dit is een rot level. En zoals je ziet moet je alle levels voltooien om uiteindelijk verder te komen. Dit is trouwens een ontzettend leuk level. Ik herken deze nog. Zoals je ziet komen de spikes uit deze grond uit het niets. Niemand weet waarom. Nee! Ik ben geraakt. Ik heb nog 2 levens over. Je mag 3 keer dus geraakt worden. Ja, duh. En de TNT moeten we ook gaan pakken. Hoe gaan we die krijgen? Is dit een secret jump? Niemand weet het. Ik weet wel dat ik hier naar achter kan vallen. Die robots zijn vervelend. En waarom? Je moet op het juiste moment schieten. Oeh! Holy crap. Gevaarlijke robots die mij willen vernietigen. We gaan in deze teleportatie en waar komen we uit? 5K. Jeetje, wat een mooie geluid, jongens. We moeten de TNT gaan zoeken. Er zijn platformen verschenen en die platformen zijn hier ook zichtbaar, zodat wij het TNT kunnen pakken. Of het zeg maar het dynamiet idee. We hebben dynamiet gepakt, dus nu gaan we weer naar die kamer beneden. Oh shit, kom op. Och, het is ook allemaal net. Oh shit, ik moet eigenlijk kijken voor dat beest, want zo, hoppakee, dat doen we met die beesten. We moeten TNT namelijk gebruiken bij de ingang en die vernietigen wij. Waardoor wij het level voltooien. Dat is eigenlijk een beetje het doel van het spel. Het is eigenlijk niks meer. En er zijn een hoop levels en dit is dan uiteindelijk het eindlevel, het grote kasteel. Het lijkt een beetje Mario idee, heb ik het gevoel. Nou, nog even één leveltje laten zien jullie. We kunnen hier helemaal een idee krijgen van de game. Het is eigenlijk heel simpel, maar dit heb ik heel veel gespeeld vroeger. Oké, nou, dat is echt bizar, toch? En nu moeten we doen met games als The Evil Within en GTA en noem maar op. En dit was vroeger eigenlijk mijn spelletjes. Het teddybeertje herken ik trouwens. Dat teddybeertje werd ook gebruikt in Crystal Caves. Dat is ook een spel van eigenlijk precies hetzelfde concept als dit. Dat het springen en verzamelen van objecten en het vernietigen van monsters. En bij Commander Keen had je dat natuurlijk ook. En dat zijn allemaal spellen van Apogee Software. En die zijn nu 3D Realms geworden. En daar staat het spel voor. Oh. Oeh! Dat was ik vergeten. Dat monster spat uit elkaar en dan moet je dat ontwijken. We hebben de floppy disk. We weten waar die in moet. Die moet natuurlijk in de computer. Dus we gaan nu naar de computer zoeken. Waar is de computer? Zat die hier ergens? Moet ik weer helemaal teruglopen? Meen je dit? Oh, dat hebben ze heel netjes gedaan in de game. Ja, het gaat goed. Oh, die zag ik niet, die spike. Even volhouden, we hebben nog 1 leven, dus we moeten het nou heel goed doen. De laser is gedeactiveerd. Dus nu kunnen we verder in het level. Ik spring gewoon over die spikes heen en je ziet dan, we kunnen verder komen. Natuurlijk moeten we de ding vernietigen en natuurlijk ook de monsters. Hebben we nog genoeg wapens? Ja, 7 kogels. Kijk, dit is een mannetje met een zweep. Ik weet niet waarom hij met een zweep loopt. Ik denk nog een liguber en eentje met een kettingzaag. Echt heel creepy.
Nou moeten we kijken of we dit... Kijk, deze moeten we douwen naar die kant zo. En dan niet helemaal verder. Tot hier, deze rand. Dan kunnen wij als het goed is de TNT pakken. En als we hem terug douwen, kunnen we de letter I pakken. Zal ik hem naar beneden moeten gooien? Ik weet het eigenlijk niet. Zal ik eens proberen of dat moet? Je weet maar nooit of je hem nodig hebt. Kijk, je had hem nodig, anders kwam je gewoon niet verder, hè? Dat moet je maar gewoon weten, hè? Oh, shit. Zal ik hem schieten? Hoppakee. Ik hoop dat we dit level halen, mensen. Want... Oeh! Zo, dan... Yeah! This is how we do it! Zo, ik vind jullie gewoon even dit level gehaald, mensen. Wauw. Hoppakee. Nou, zoals je ziet, als je ook een level haalt, kan je weer nieuwe levels unlocken. Maar hier zit dus, hier kan ik niet doorheen. Dat is wel jammer. Ik ga hem opslaan, want ik vind het wel heel vet dat ik deze game weer mag spelen eigenlijk. En op mijn kanaal ook. Ik hoop dat jullie een leuke game vonden. Het is natuurlijk niet zoiets als Call of Duty en wat we gewend zijn. Maar het is zeker wel een oldschool game die jullie zeker weten moeten hebben gezien. Dus dit was Secret Agent. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!